Ja, hier is Vissy weer. En vandaag deel nummer 22 van de Goldfish-serie. Ik speel met de A12 en ik ben dit keer met iPro Lars, oftewel van KCB Gamings. Hoi Lars. Ja. Hallo allemaal. Ja, dankjewel voor het meedoen. Nou, zoals je gezien hebt, ik invite zeg maar elke keer een gastpersoon bij mij. Ja. En dit keer heb ik jou in gedachten. Dat vond ik leuk. Ja, hartstikke aardig van je. Ja, je had pas geleden nog een shout-out gekregen van de King. Ja. En dan ben je behoorlijk gegroeid, hè? Ja, verdubbeld, ja, hè? Helemaal zelfs. Ja. Dus je hebt nou 815 subs of zo, zeg ik. 815. Ja, 816. Zoiets. Oh, oké. Okay. Nou ja, gaat in ieder geval goed. En bij mij heb je een keertje een gastrol gedaan, een tijdje geleden. Ja, dat was toen ik 30 subs had en jij net 1000, volgens mij. Ja. Inderdaad, dus ja, het is weer een keertje tijd dat wij weer een keertje wat samen deden. Vandaar dat wij dit gaan doen, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Ja, voor de kijkers thuis, ik laat even zien hoe ver ik ben natuurlijk. Nou, ik ben in level 30 natuurlijk. 15% of zo van het balkje, ja, dat gaat natuurlijk zeker lang, nu heel erg langzaam. Ik had wel eventjes nagedacht over wat ik ga doen met mijn attachments en zo. Ik ga toch één attachment spelen, want dan speel ik gewoon met damage en een red dot, want dan kan ik die challenge halen. En dan krijg ik weer net even wat XP erbij om weer wat sneller mijn balkje vol te laten komen. Hè? Ik weet niet, jij speelt ook met een shotgun vandaag, hè? Ja, ik ga met de overpowerde Usos. Overpowerde Usos ga je spelen, oké. Okay, nou. Ja. 28 kills, dan heb ik 500 kills all, 500 kills all time met de A12. Dus dan krijg ik ook weer 10.000 XP. Dus ik moet even lekker even door gaan levelen. Lars, ja, de gast mag altijd zeggen wat we gaan doen. Dus kies jij maar welke. Welke game type? Welke game type, ja. Ik denk dat we 6v6 domination kunnen doen. 6 tegen 6 gewoon? Ja, of counter, één van de twee. Dat mag jij, jij mag kiezen. Oké, okay, ik kies counter. Counter, oké. Okay. Nou, mochten we eventueel ingegooid worden, dan speel het potje af. Ligt aan hoe lang het duurt. En dan doen we nog een potje erachteraan meteen. En, anders spelen we gewoon één potje. Ja, gewoon leuk, één potje. Even kijken wat het gaat worden. Sheet down domination. Oh. Oké. Okay. Team deathmatch voor het. Wat gaan we doen? Dat we, wat, ja, ik denk bootleg beter. Ja, bootleg makkelijker. Bootleg wordt makkelijker. Okay. Nou, het ligt aan hoe lang het duurt, het potje. Want dan kan ik misschien nog eentje erachter doen. Ja. Team Deathmatch kan best wel snel lopen. Dus. Ja, dat is soms wel binnen 2 minuten afgelopen. Ja. Nou, dat gaat wel tot de 100 kills natuurlijk. Maar. Ja. Nou, alsnog, Team Deathmatch is echt enorm snel afgelopen. Ja. Ik wou dat ze bij Gantor eigenlijk een andere game type zouden doen. Want Team Deathmatch is gewoon een beetje poep. Nou, ze moeten eigenlijk gewoon een domination only lobby. Gewoon, dat is het beste eigenlijk. En dan bijvoorbeeld Kill Confirmed Team Deathmatch. Een combinatie daarvan in een aparte playlist. Want. Ja, dat is. Ja, Domination alleen maar in Counter. Ja. Maar ja, op het kanaal van Lars kun je vrijwel alleen Black Ops vinden. Gewoon flat Black Ops gameplay, hè? Black Ops 2. Ja, nou ja, wel Black Ops 2, alleen vooral hoge scores. Dus 100 plus en zo. Maar ook elke zondag doe ik een. Ander okay. Spel. Ja, dus het blijft voornamelijk Black Ops 2. Ja. Ik was nou een klein beetje geïrriteerd om te kijken, want ik zie er eentje verderop met een Javelin spelen en de ander lag in een hoekje te campen. Ik denk, ik moet hem flanken, maar je kan niet met de shotgun, kun je natuurlijk. Nee, kan niet. Zo dichtbij komen. Oké, enemy UAV spotted. We spelen wel lekker met jongens. Oké, ik heb hem wel, gelukkig. Even kijken. Wauw, ons team is niet heel erg goed bezig. Als we nu al zoveel punten afgaan. We verliezen. Er zit eentje de headlitsen. Ja, die kan mij niet daar killen. Wow. Nou. UAV online. Nou, 3-3. Het is niet zo best, maar. Oké,
Nou, ook een probleem. Hij is double. Er ligt er een gecampt bij de B. Nou ja, het is niet normaal. Het probleem is dat ik niet kan flanken natuurlijk. Met UV altijd online. Dan heb ik echt een probleem. Ik zit te kijken hoe ik dit tactisch moet spelen. Oh nee, Vistunt. Nou, dat ligt er dus eentje bij de B. Yep. van die raar stuurde mij ook een message. Oh, ik ga hier omheen. Oh, daar heb ik in ieder geval twee, gelukkig. Even kijken, nog één kill voor blind. Even flank hoor. Ik moet echt voorzichtig spelen nu, want die gasten zetten ons behoorlijk onder druk. Ja, de A12 is natuurlijk ook niet de allerbeste. Jongen. Nee, het is niet, nee. Nee, het is geen, het is geen ACR bijvoorbeeld. Het is toch wel helemaal niet. Jezus, sniper lobby jongen, dit dan. Ja, het zijn de echte face members. Nee, de Chris faal. Kijk, oh, jij hebt hem nog 12 kills al, maar. Ja, ik ga nog wel redelijk. Oh nee, verstukt. Random waarschijnlijk. Yep. Jezus mensen. Random stuk. 7-6. Even kijken. Hele tijd UAV's, daar word ik helemaal gek van. Echt waar. Ja, speel lekker met support. Oh, dat heeft mazzel mee hoor. Jezus. Ik ben altijd blij als ik één kill maak. Ik heb iemand slide of hand. Dat begint met scavenger natuurlijk. Ik heb nog meer kogels, maar. Ja, dat heb je zeker wel nodig, want anders is dat ding zo. Ja, er zitten echt 12 kogels in of zo, hè? Ja, als je de ene chip leeg, dan de andere chip leeg en is al. Waar dan? Oh, daar. Ik zag het niet. Het was een IP-grenade of zo, kreeg ik op, man. Even kijken. Enemy UAV spotted. Nou. Hey! Ik zat hierheen, ik zag hem niet. What the fuck? Oh, blind eye assassin daar. Oh, Steven. Hoe kunnen we nou zo ver achter zijn trouwens? Oh nee, we staan niet achter het ver. Valt wel mee eigenlijk. Nee, valt eigenlijk wel mee. Ja, we staan nog voor. Nou. Even hier wachten. Wedden, ja, jullie camper natuurlijk. Nee! Waar zat hij dan? Oh, dit is wel erg ernstig hoor, dit. Als je terugkijkt, jongen, dit. Hij lacht. De campers. Ja, dit is niet normaal. Ja, dit is niet normaal. Predator! Yep! Onzin is, zeg. Jezus. Nou. Jezus! Oh. Jammer dat ik die assist kreeg nou. Het was lekker dat ik die. Nee! Achter me ook nog eentje. Ja. Ik krijg shit tegen hem. Kijken. Jongen. What the fuck? Damage. Take in the lead. Oh, achter me. Wow. Ja, jongens! Waarom zit je er bovenop te campen ook dan, met snipers? Gaan ze bovenop die auto zitten daar te campen met snipers? Ah, de echte trickshotters. Kut, weer één, ja, ik niet zo. Ga verliezen ook nog. Helaas. Ah, dan ben ik final dead. Uiteraard. Jongen. Ja, ik kreeg ook heel veel UV's tegen. Dat is echt vervelend. Ja, maar ja. Hunter killers. Ja, die lightningstrijders ja, schreef ik weer zo. Tegen. Ja. Daar hebben we ook gewoon verloren. Ik
klotenpotje was dit, hoor. Ja, het was inderdaad een poepotje. Ja. Zullen we nog even een potje erachteraan doen? Want anders... Ja. We doen gewoon een regular D-Dead-test nog vandaag. Voor de gein. Kijken of er een kleine map wordt. Ja, is goed. Kijken of ik wel kan vinden. Alsjeblieft, laat het doom zijn. Ja, dat is wel heel veel. Hij is best wel uitgestorven. Ik zat laatst op Black Ops 1 en speelde maar 500 mensen of zo. Ja. Ja. Nou, over de week nog met die livestream. Waar je bij was. Met die, er waren nog veel mensen. Er waren nog veel mensen inderdaad. Ja, er waren nog redelijk wat mensen. Maar het was ook een hartstikke leuke livestream om te doen. Ja. Met andere, met rare wapens en zo, en geen killstreaks. Ja, zonder streaks spelen ook. En dan nog winnen, hè? Gewoon. Nog kansloos zijn in die tegenstanders. Ja, klopt. Ja. Kom op, meteen Doom. Oh, ik kies ook Doom. Nou, wordt het nog lockdown ook nog. Lockdown. Jammer. Ja, dat kan wel. Gaat het 65 of 75? 65 is in ieder geval kill confirmed. Maar... Ben je al in de war? Ik weet het niet meer. Ik weet het niet meer. Ik speel eigenlijk nooit regular Team Deathmatch, als ik eerlijk ben. 75 kills voor Team Deathmatch en 90 voor Kill Confirmed volgens mij. Nee, Ground War is al... Ja, 90, ja, zoiets is het, ja, zoiets is raar, is het inderdaad. Ja. Nou, het zal wel. We gaan weer. Let's go. Ja. Oké, nou, het is wel leuk. Ja, het is op zich, ja, ik weet niet wat voor mooi, ja. YouTube, jongens, gewoon. Maar ze hebben echt niet lekker. Normaal, het slaat helemaal nergens op. Wauw, ik schiet 3 kogels en ik ben alsnog dood. Wauw. Ja, ik trap daar niet in. Oh, nog één! Huh? Wauw! Maar blind eye, 36 silence. We're gonna love it. Ze zijn lekker bezig, hoor, aan het campen. Jongen. Kom op, jongens, een beetje bewegen. Durven, jongens. Kom jolletjes uit. Godsamme. 2 mensen op de radar, hè, trouwens. Jezus. Ja, we spelen allemaal met de 6. Allemaal. Oh. Oh, dankjewel. Oh, jezus. Ah. Nah. Dit is wel, denk ik wel, de ergste 2 potjes die ik aan en mijn rode gold heb. Gewoon serieus, hoe de spelen, gasten spelen dan, hè? Dat moet ik daar niet. Deze gozer hebben zelfs een XM25. Pak die net op. Zit in een toekje te campen. Oh, een muscle headshot hoor, had ik. Ah, zo frustrerend. Luister. Ik hoor net blind eye. Dat kwam er goed uit. Ja, bro, ik ga er door. Ja. Even kijken hoor. Chris, dat is gewoon slecht. Maar ja, toch. Oh! Wow! Spawn in een bouncing baby. En nog eentje ligt daar. Nou, jongens, moet je kijken, jongens. Kijkertjes. Dit gaat toch helemaal nergens over zitten. Nee, deze gaat zitten. Dit gaat echt helemaal. Je kan zeggen wat je wil, maar dat gaat echt. Is slecht. Dit is echt niet normaal. Nee, nou, weet ik niet waarom ik geen. Waarom dit niet speel. Jezus, mensen. Nou, ik weet net. Campkilled, jongen, door iemand met een scar. Dat is helemaal nergens. Ja, dat wou ik zeggen, maar jammer. Heel lekker van je. Oh, achter je nog. Nog één, waar dan? Nou, die achter me. Weer een bericht. Gozer, denk ik. Ja, ik heb ook weer een bericht. Ik heb gewoon joint sessie, lobby. Quickscope, 101, weet ik veel. Zoiets zal het zijn. Tricks of lobby. Ja, ik speel nu ook heel slecht. Enemy UAV spotted.
Tjonge jongen. Nou ja. Ik sta min nu zelfs. Ik sta nog net aan boven. Sport, ja, speel sport. Ah, ben je. What the fuck? Beetje. Kom jongens, doorlopen. Kom op, Pim. Hij ligt nog steeds. Nee! God mijn naad, wel heel ernstig dit. Dit is wel heel. Zo, hè? Zo, weer een killetje. 7 kills, man. 8 dan. Oh, met campen. Oh, met campen. Wow! Het is geen triple, man. Nah. Je had 3 kills. Oh, ik heb een massa. Ja, er zit één gozer die zit serieus in het hoekje te campen met een. Nou! Kom op, nou jongens. 6-1 heeft hij. Dit is wel heel erg kijk. UAV online, nou dat gaan we. Nou. Dit zijn echt de grootste campers. Ja, het gaat helemaal nergens over. Het gaat echt helemaal nergens over. Wauw. Wat zitten deze grootste doen dan? Lekker een toekje. Nou, kom op nou! Ze chillen achter een muur, ja, dat kunnen ze. Jee, mensen. Oh, dat is gewoon een hoekje. Oh, dat was wel lekker set tekst aan dat ik gooide. Keurig. Ja, ja, zeg het niet van de ene kant aan de andere kant, hè? Ik ging een beetje gokken ja. Van ongeveer daar. Nou, precies raak. Holy crap. Fucking 4 mensen daar zo, hè? Holy crap. Daar is het nog wel. Kan je ze allemaal killen? Oh, nee, niet. Ja, oké. Okay. Zo. Ik moet alles aan doen om alle zeilen bij te zetten om plus te halen hier, hoor. Deze grootste camp zo hard. Met een. Ja, weet ik, die knop. Die zit met Scar, hè? Die hebben ook Blind Eye Assassin. Die liggen alleen maar op. Zo. Oh, paté. Friendly airstrike on the way. Friendly predator missile. Shit. Nou, kom op. Ik denk het ook wel, ja, maar. Ja, dit zijn het toch wel. Oh, lekker challenge! Kijk, 10.002. Hoppa, 500 kills. Lekker. Die controle kan echt goed campen. Jezus, fucking Christ. Dit is wel erg hoor. Oh, daar zat hij aan. Kloten, ja, ik zoek hem ook op, expres, omdat ik hem wil killen. Hij nog een keer dood. Nog erger gekempeld. Snap je? Dan ga je eigenlijk fouten maken dat je dan erop afhaalt, man. Nee, ja, klopt. Nou ja. We gaan wel winnen. Ja, die kan echt, die is echt meester in campen hoor. Campen, 10. Van 10. Ja. Ja! Ho! Lekker. Lekker, lekker. Met juist, hè, juist. Oh, wat een massa. Knobrot, jij bent echt waar. Jij hebt een 10 voor campen, gewoon. Een 10? Een 10 plus. Nieuw title, ja. Nou, we gaan even uit. En kunnen we heel snel kijken hoe ver die balk nu is, hè. En dan gaan we stoppen, want die bijna 20 minuten maar liefst deze aflevering, maar nooit gebeurd. Zo. Oh, dat zie je natuurlijk. Oh, dat zie je niet meer, denk ik. Oh ja, dat zie je wel zo. Oké, 25% is het nu, 30%. Lars, dankjewel in ieder geval. Ja, hartstikke leuk, dankjewel. Ja, toch? En nou, kijk even op zijn kanaal, zou ik zeggen. Dus tot de volgende keer. Adios. En bye bye.